Een jaar of 12 geleden hebben we bedacht om hier een culturele enclave van te maken. Dus een plek waar het landschap, kunst, cultuur en de natuur bij elkaar komen. We zijn hier midden op de Veluwe. Daar ligt Nationaal Park de Hoge Veluwe. 100 meter verderop is de entree met de vogels, de herten, de dassen en de reeën om ons heen. Behalve een heel mooi terrein is het ook een heel bijzonder terrein. Niets is hier wat het lijkt. Want behalve heel natuurlijk is het een oud militair terrein gebouwd in de Tweede Wereldoorlog. De Luftwaffe bouwt hier het grootste Duitse vliegbasis in bezet gebied. KKN-7 is de oude officiersmes van de Duitsers. Dus hier zaten zowel de officieren als de blitzmetal te eten en te drinken. De historische enclave Kamp Koningsweg Noord, waar KKN-7 toe behoort, is dus onderdeel van die oude enclave op een bedje van gras. Maar aan de andere kant, waar we nu staan, staan de gebouwen van na de Tweede Wereldoorlog midden in de natuur, letterlijk als hutjes op de hei. Bij wijze van camouflage worden alle gebouwen van de vliegbasis als boerderijtjes verspreid over de groene natuur. Het bijkomstig voordeel van die manier van camoufleren is dat alle gebouwen nu vrij in de ruimte staan. Het U-vormige KKN-7 heeft dus een binnenterrein. En dat binnenterrein is eigenlijk een gemeenschappelijke tuin met aan de randen die beplanting, die wildere beplanting hier van de Veluwe, helemaal naar binnen getrokken. Dus de natuur komt echt tot aan je voordeur, je achterdeur en met je terras zit je daar middenin. Omsloten terrein, intieme sfeer, met een grote boom in het midden. KKN 7B, het andere gebouw waar we hiernaast staan, het ateliergebouw, is van na de Tweede Wereldoorlog en ligt echt midden in de natuur. De werkzaamheden hier zijn in volle gang. Dit is de oprijlaan waar we op staan, die een oude luister hersteld wordt, met daarachter KKN 7A. Dit is dus meer het gecultiveerde gedeelte en daarachter begint de Veluwe. De belangrijkste ontwerpkeuze die we hebben gemaakt is eigenlijk de woningen en de ateliers te scheiden van elkaar. En de woningen onder te brengen in gebouw A, rond de centrale binnentuin. En de ateliers onder te brengen in dit ateliergebouw. De nieuwe elementen die we hebben toegevoegd aan het gebouw zijn allemaal hedendaags en strak gedetailleerd. Met antraciet staal. Daarmee zijn ze duidelijk leesbaar als een nieuwe toevoeging en blijft het monumentale aanzicht in stand. De gebouwen worden natuurlijk ook hoogwaardig geïsoleerd en voorzien van een warmtepomp en zonnecellen. Daarmee zijn ze ontzettend duurzaam. De woningen worden ontsloten vanuit een nieuwe gemeenschappelijke binnentuin. En ze worden gemarkeerd door een karakteristieke luifel. De woningen variëren sterk in grootte en twee ervan hebben zelfs een kelder. Naast de nieuwe entrees krijgen de woningen ook een schuifpui naar een terras en een grote dakkapel aan de buitenzijde van het gebouw, waarmee ook op de bovenverdieping hele mooie ruimtes worden gecreëerd. Ook in het interieur is de historie van het gebouw voelbaar. Zo hebben op één na alle woningen een grote vierde waarin de originele spanten zichtbaar blijven. We knappen het metselwerk op en ook de bestaande ramen worden voorzien van hoogwaardige isolerende beglazing. Een stuk van de geschiedenis is leesbaar in de dikte van de muren. Deze zijn scherfwerend uitgevoerd. Als je zo'n bestaand gebouw gaat transformeren, krijg je eigenlijk altijd een aantal cadeautjes. Zoals deze prachtige baksteendetaillering van de dakrand die helemaal getand omhoog gaat naar de nok. In een recente verleden is het gebouw al een keertje uitgebreid door Defensie. Dat is destijds met een veel minder mooie steen gebeurd. Wat we hier gaan doen is deze gevel gaan we donker maken, net als de nieuwe toevoegingen. En hier komt een zogenaamde trellisfaçade langs, waardoor de hele mooie klimplanten tegen de gevel op kunnen groeien. Met het ontwerp voor KKN 7 wilden we recht doen aan deze bijzondere plek en bijzondere geschiedenis. En dat heeft geresulteerd in 7 unieke woningen en ateliers. In KKN 7 komen dus eigenlijk alle thema's van dit terrein samen. Wonen en werken in een bijzondere natuur met een voelbare geschiedenis tussen allerlei creatieve kunstenaars en ontwerpers.